Het is vandaag 29 mei 2010. Ik ben op het bedrijf van Peter en Nieke Oerlemans in Halsteren. Jullie hebben een melkveebedrijf, een zorgboerderij en een boerderijwinkel. En met name Peter, jij doet denk ik de koeien, het melkvee, dat is jouw hoofdtaak misschien? Het hoofdtaak, ja. En daarnaast ook een stukje in de zorg. Ja. En wat voor soort bedrijf hebben jullie, Peter? We hebben een melkveebedrijf. 55 melkkoeien op dit moment. Door de verbouwing in de stal zijn we naar een goede 100 stuks melkvee toe. Met daarbij behoren jongvee. Ja, en ga je dat in fases uitvoeren? Dat ga ik gewoon in fases uitvoeren, ja. Het bijzondere van jouw bedrijf is ook dat jij in een bestaande, al bejaarde stal eigenlijk een totale vernieuwing hebt aangebracht. Hè? Zonder het aanzicht aan te tasten. Ja. Het is op zich een stal van 1920, heb ik over gezegd. En het is een heel degelijk gebouw met een mooie kapconstructie. Mm-hmm. En die kon ik niet over mijn hart krijgen om te zeggen van nou, die moet tegen de vlakte. Ja. Daarna spelen ook nog een hoop dingen mee van vergunningen en zo. Dus dat je niet zo hoog meer terug mocht bouwen, et cetera. En is het is nu af. En is alles naar wens gegaan? Ja, het is allemaal naar wens gegaan. Het is eigenlijk beter geworden dan ik eigenlijk nog gedacht had. Ja, ja. Want je draait al een tijdje. Ja. En je bent geen kinderziektes tegengekomen als zodanig. Nee, het was wel een leerproces natuurlijk. Omdat ik van een heel traditioneel grubstalsysteem af kon lichtboksen. Ik heb hier ook een TKS-voerrobot erin hangen. Dat is ook een heel leerproces geweest. Ja, ja. De ontwikkeling ook hier op het bedrijf plaatsgevonden. Dus dat zijn wel dingetjes wat geweest, maar dat is ook wat ik aangegaan ben. Dus. Zo, dat TKS-voersysteem dat is speciaal ontworpen, denk ik, om op een smalle voergang het voer te kunnen verstrekken. Hè? Ja, ja, ja. De grond in Nederland is vrij duur natuurlijk. Dus je probeert qua rendement vloeroppervlak zo hoog mogelijk te houden. Kijk, en als je een smalle voergang hebt, dan kun je meer koeien op dezelfde oppervlakte houden. Ja, en dat was natuurlijk in het begin even wennen om daarmee om te gaan. Voor jou en voor de koeien misschien. Ja, want het is eigenlijk een heel nieuw systeem. Dus niemand die mij kon vertellen van ja, hoe moet ik het rantsoen maken, hoe moet ik het verdelen, tijdstippen, et cetera, noem maar op. En de beesten moeten er ook aan wennen. Heb je dat gemerkt in je productie of is dat vrij soepel gegaan? Ik heb het wel gemerkt in mijn productie. Ook gedeeltelijk heb ik ook fouten gemaakt. Dat is gewoon ook een stukje enthousiasme geweest, wat ik beter wat meer rustiger aan had kunnen doen. Ja, ja. Maar ja, je moet overal mee leren natuurlijk. Je moet, het is vallen en opstaan. Ja. Ja. En is het een vrij prijzig systeem in vergelijking met andere manieren van voeren? Die vraag wordt vaak gesteld. Als je het vergelijkt met een tractor en een voedingwagen aanschaffen, dan is het vergelijkbaar. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar rendement vloeroppervlak en je zou bijvoorbeeld met dezelfde gebouwoppervlakte 40 koeien meer kunnen houden of 50 koeien meer, dan denk ik dat het systeem wel een goede koper is als een voermengwagen. Ja. Ja, ja. En is het moeilijk om het te onderhouden? Of nee, dat niet? Nee. En jij voert wat voor voersoorten gebruik je? Mais? Ik gebruik gewoon traditioneel gras, mais, stro en brokken meel. Ja. En hoe is de productie van je melkvee op het ogenblik? Op het ogenblik zit ik ongeveer op 8100 kilo melk. Ja, ja. En je wil geleidelijk aan uitbreiden naar meer koeien en naar nog wat hogere productie? Of zeg je nou, als ik dit hou? Mijn streven is rond de 9000 kilo. Ja. 9500 kilo hoger niet. Omdat ik dan mijn persoonlijke mening vind. Ik ga ook kijken naar diergezondheid en duurzaamheid. Mm-hmm. En je kunt het uiterste van een beest gaan vragen. Maar als je dan hogere dierartskosten hebt, dan denk ik dat ik beter op een veilige marge kan zitten rond de 9000 kilo. Ja. En je zit hier midden eigenlijk in een natuurgebied, als ik dat zo zie. Heb je daar nog voordeel of last van? Of hoe mag je dat zeggen? Overal zijn nadelen, maar ik vind het altijd een uitdaging om een nadeel een voordeel van te maken. Ja. Dus. En je woont hier natuurlijk eigenlijk uniek mooi. Ja. En de winkel, dat is dan Mieke de zaak, zeg maar. Dat is en Mieke, dat loopt lekker? Dat loopt goed, ja. Ja. We mogen echt niet klagen. Het is door de verbouwing hebben we het een beetje rustig aangedaan, maar... Ik denk dat we van het jaar er weer aardig aan gaan trekken door meer reclame te maken. En we staan al hier en daar op verschillende markten. Dus. Oh ja. En de zorgboerderij, hoeveel mensen komen er dagelijks? Ik heb gemiddeld ongeveer tussen de 5-6 personen zo'n beetje per dag. Dat is ook best een hele aanpak natuurlijk, een speciale aanpak. Best wel ja. Want je kunt heel veel plannen, maar dat wil niet zeggen dat de mensen het altijd aankunnen. Nee.
Oké, Peter, ik ga eens een kijkje nemen op je bedrijf. Bedankt voor de informatie en tot ziens. Oké, dank je. Ik ben ondertussen in de stal. De geheel is verbouwd en aangepast, waarbij de bestaande vorm gelijk is gebleven. Dat heeft natuurlijk best de nodige aanpassing gevraagd en het is dus ook een andere stal dan je gemiddeld ziet. Het is een lichtboxstal geworden, maar met een vanwege de ruimte natuurlijk een beperkte voergang. Dat vraagt de aanpassing en die aanpassing hebben ze dus gevonden in dat TKS automatische voersysteem. Het is mooi werk geworden, het ziet er keurig uit. Vooral de binten zijn natuurlijk heel apart in deze stal. Er is ook nog ruimte gemaakt voor een vorm van een kantoor, waar je heerlijk uitzicht hebt op de stal. De heus mag hier het voer leveren. Er is natuurlijk volle belangstelling voor dit voersysteem, heel apart. We gaan het hopelijk straks ook nog in werking zien. Het loopt via een rail waar van voor naar achter naar de voergang en weer terug. Ik spreek nu even met Rob de Groen, werkzaam bij landbouwmechanisatiebedrijf Kriesels uit Wouw. Rob, jij hebt dit systeem hier geïnstalleerd in deze stal. Ja. En was dat de eerste keer voor jou om dat te doen? Dat was de eerste keer dat wij zo'n systeem hier installeerden. Ja, en is dat vlot gegaan? Ja, dat is redelijk vlot gegaan. Hè. Want ja, lopen er nog meer van dergelijke systemen hier in West-Brabant of in jullie werkgebied? Dat niet, maar in de buurt van Zwolle, in Geenemuiden, daar draait er nog eentje. Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk een uniek, bijna uniek systeem, hè? Want... Voor in Nederland nog wel, maar in totaal zijn er al meer dan 200 geproduceerd van deze. Geproduceerd, maar niet draaien. Geplaatst in Nederland? Nee. Nee, nee. Waar wordt het gemaakt? Het wordt gemaakt in Noorwegen. En, de landen daaromheen wordt het vrij veel toegepast al. Ja, ja. En dat waarschijnlijk vanwege het feit dat daar niet zoveel stallen zijn met brede voergangen en meer stallen zoals deze. Ja. En daar zijn de melkprijzen net iets anders. Dus de boeren hebben het wat makkelijker om te besteden, zeg maar. Ja. Dus daar wordt wat meer toegepast. Vraagt dit systeem veel onderhoud? Het is de bedoeling dat wij er gewoon één keer per jaar bij komen en dat de rest de boer in principe kan doen. Ja. Voor een versmering geeft hij zelfs een scherm aan dat er gesmeerd moet worden. Dus de boer hoeft er eigenlijk niet meer na te denken. Het is gewoon even met de vetspuit rondje doen en in principe is het alweer voldoende. Dus alles gaat automatisch? Ja. Hij hoeft alleen in te programmeren wat hij wil voeren? Ja, wat en wanneer hij wil voeren. Ja. En de computer die regelt het? Ja. Nou, dat is mooi. Ik ga het straks bekijken. Ja. Dank je. De voerautomaat gaat...